What up YouTube? En tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met een nieuw mystery beer. Met dank aan Corné, een van de mystery beeren die hij een tijd geleden opstuurde. Mystery beers, jullie weten hoe het werkt. Ik krijg van jullie bieren opgestuurd, verpakt op wat voor manier dan ook. Tegenwoordig best wel op hele ingenieuze manieren. En ik moet gaan raden wat voor bier het omgaat. Soms gaat het goed, soms gaat het heel slecht. En meestal is het gewoon heel vermakelijk. En ik hoop dat dat deze keer ook weer het geval is. Dus ja, het enige wat ik kan zeggen is, Corné, hartstikke bedankt voor dit bier. Corné die stuurt vaak hele mooie dingen. Daar ben ik al wel achter gekomen. En ook altijd hele bijzondere dingen. Hij heeft mij een keer een peated sour fruit. Wat was het ook alweer? Weet je het nog? Ik ben de naam er even van kwijt, maar dat was echt een geniaal mooi bier. Ja, en dat ja, hij weet wat ik lekker vind. Hij weet wat ik lekker vind en dat stuurt hij dan ook op. Please don't be a gusher. Geen gusher. Jeez. Ik open hem heel klein beetje en ik hoorde gewoon een gesis dat ik denk, dit gaat niet goed komen. Not fucking figures. Oké, ik heb nu een paar vermoedens. Ik heb al een paar vermoedens als ik kijk naar hoe donker dit bier is. En de sis die er vanaf kwam. En een hele stevige schuimkraag. Er zit wat koolzuur hierachter. En ik heb iets in de neus. Ik heb een paar vermoedens, maar daar moet ik nog niet te veel van gaan denken. Maar we gaan dus eerst even kijken wat hij doet in de neus. Corné, bedankt voor het bier alvast. Dat gaat helemaal goed komen. Het is goed gegaan. Geen gusher. Ik ben benieuwd. Ik heb een paar vermoedens. Ik heb een paar gedachten in mijn hoofd. We gaan even kijken wat hij doet in de neus. Er zitten fruitige tonen aan, een licht zuurtje. Je gaat denken aan wat zure kersen. Je gaat denken aan een soort van framboos, sour cherry thing going on. Hoppig. Erg hoppig. Veel fruitige tonen. Heel veel rood fruit. Hoppig. Zoiets als Strata bijvoorbeeld. Of ik ben de naam er even kwijt. Baba Rouge heette die hop. Wat doet me dit aan denken? Heel eerlijk, wat ik ruik, wat ik nu aan moet denken, is een Black IPA. Ik heb nu het vermoeden dat we het hier over een Black IPA hebben. Maar, waar ik ook nog een vermoeden richting heb, is een licht geïnfecteerde fruited porter of stout. En dan heel licht geïnfecteerd, niet op een verkeerde manier. Maar omdat je dan fruit eraan toevoegt, misschien het geïnfecteerd het verkeerde woord is, extra gefermenteerd, extra vergist. Dat de suikers en vanuit de fruit en de gist en dergelijke voor extra koolzuur en dergelijke hebben gezorgd. Want er zit een subtiel, fris, licht, sour cherry frambozen dingetje in. Maar het ruikt niet geïnfecteerd. Snap je wat ik bedoel? Als het al dat is, dan is het omdat de geur het associeert. Maar de geur die ik ervan krijg, doet wel eraan denken dat de fruit er zelf in zit. Dus iets aan sour cherry of iets aan een framboos. Daaronder zit er inderdaad een beetje roasty toast, die donkere mouten, absoluut. Je krijgt dat soort van koffie espresso, pure chocolade dingetje, een zweempje van vanille. Een zweempje van vanille en een hele mooie schuimkraag. Moet je kijken hoe dit staat. Dus ik zei net even het woord geïnfecteerd, dat bedoel ik niet. Maar dan bedoel ik meer gewoon dat als er inderdaad fruit bij in zit, dat dat voor extra koolzuur en dergelijke heeft gezorgd. Het bier heeft een soort van verfrissende, licht zuur toontje. Maar dan op die hele mooie positieve manier van wanneer je dat fruit waar ik het over had, zo'n licht zure kers of mooie frambozen, wanneer die echt in seizoen zijn en gewoon goed zijn, weet je, op een mooie manier. Dus dat infecteer. Ik ben blij. Ik vind het echt jammer dat ik dat woord gebruikt heb, want het klinkt zo kloot. Er zit een soort van Schwarzwaldekiers vibe aan. Ik krijg een beetje een Schwarzwaldekiers vibe. Wat ik niet verkeerd vind trouwens. En laatst heb ik ook een review gehad waar ik dat benoemde. En ik vond dat een leuke toon. Ik hou wel van Schwarz wel een keer. Het is een beetje oude lullig gebak, maar ik vind het niet verkeerd. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Want dat... Er zit iets... Hij ruikt erg fijn. Hij ruikt echt leuk en lekker. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Corné, cheers dude.
Dit is maf, maar leuk. Het is maf, maar leuk. Ik weet niet wat het is. Ik weet echt niet wat dit is. Ik krijg zelfs een heel subtiel. Het is niet zuur. Er zit ergens in de verte een soort van verfrissend fruitig, licht zurig. Wat ik zei, dat frambozen zurig, maar zonder dat het zuur is. Snap je wat ik bedoel? Droog. Een beetje dat roasty toasty coffee, espresso, pure chocolade dingetje. Droger. Het koolzuurniveau is te hoog en dat is jammer, want hij vervliegt heel snel, waardoor er stukjes van nuances en finesse verloren gaan. En ik heb het idee dat ik ergens in de verte een licht smoky toontje oppak. Maar dat kan zijn dat, zoals bij sommige porters heb ik wel eens een soort van licht, dat dat roasty toasty een neiging van geroosterd smoky associatie, maar dat hij dat niet heeft. Ik heb het vermoeden dat we het hier hebben over. Oké, daar gaan we jongens. We gaan. Komt-ie. Er zitten nog meer fruitige tonen in dan alleen dat rood fruitkarakter, trouwens. Ik krijg echt. We hebben het hier over iemands Black IPA. Ik krijg fruitige tonen die ik moeilijk kan beschrijven, omdat die andere dingen zo voldoende. Er gebeurt heel veel in mijn mond op het moment. Ik krijg wat fruitige tonen die ergens in de verte doen denken aan wat ik in sommige West Coast IPA's krijg, weet je, een beetje marmelade, sinaasappelmarmelade, bitterheid, een klein beetje ananas, een klein beetje harsig dennig, heel subtiel dat soort dingen allemaal, maar het zit er een beetje in combinatie. Ik zit helemaal fout hier, denk ik, maar ik ga zeggen dat dit iemands Black IPA. Ik vind het een leuk bier trouwens. Ik vind het echt een leuk bier. Iemands Black IPA. Met toevoegen van een beetje rood fruit, misschien een beetje framboos. 6,5%. Ik weet echt niet wat dit is. Ik heb namelijk een vermoeden welke brouwerij het is. En dat is. Cornelie heeft mij van hun, dus dat bier wat ik net noemde, die smoked salted, die sour, weet je nog? Ik ben even kwijt wat dat was. Liechtenhainer was erop geïnspireerd. Ik heb van hun nog een quadruple staan, die ik nog moet reviewen. Ook gekregen van Cornelie. Ik heb het vermoeden dat dit van die brouwerij is. En die doen best wel rare, bijzondere, aparte dingen. En daarom denk ik dat het noemen van deze stijl gewoon heel moeilijk is. Dus ik hoop dat ik een beetje in de buurt zit. Maar ik ga het houden op een Black IPA met framboos. Black West Coast IPA met framboos, 6,5%. En dit is puur omdat ik denk dat deze brouwerij gewoon. Wacht. Wacht. Dit is gewoon voor mezelf. Dit is gewoon voor mezelf. Oh, klote. Well, that's not funny, is it? Yes, het is die brouwerij inderdaad. Ah, ik zei het. Oké, ik weet nu welke brouwerij het is. Sorry, ik moest het weten. Maar ik ga hem uitpakken. Zo goed en te kwaad als ik kan. Want je hebt hem goed verpakt. Ik heb een mesje. Waarom ben ik moeilijk aan het doen? Man. Daarom is het ook niet raar dat ik gewoon de smaak heel moeilijk kan plaatsen. Want deze mannen en of vrouwen, dames. Brouwen echt outside of the box. Die doen echt bijzondere, leuke, gekke dingen. En die doen niks standaard wat betreft bier. Die mogen graag rare, leuke, bijzondere, interessante dingen doen. En het verbaast me dus niks dat het heel moeilijk is om dit te plaatsen. Straks is het gewoon echt een basic bitch beer.
We hebben het hier over... Oh, kom op, Cornelie. Hoe moet je dit verpakken? Oh, yeah. Netjes verpakt. Heel erg goed stevig verpakt. Het is... Oké. Malcroy's Brewing, zo heten ze. Het is... Ik wil eerst het alcoholpercentage weten. Waar staat... Oh, ik zat er dichtbij. A more refreshing version... Oh, wacht, ik laat het zien. White Cedar Black IPA. White Cedar Black IPA. Holy shit. A more refreshing version of our White Cedar Lager Black IPA. Oftewel, het is een Black IPA. Die hebben ze dus gelagerd met White Cedar. Ik weet even niet hoe je dat... Cederhout zeg je gewoon in het Nederlands. Met hout dus. Expect more hops, more subtle cedar notes and a slightly lower ABV. Het bier is 7,2% en alcohol is 6,5%. This black IPA has been lagered on white cedar cubes. Together with the roasted malts and an overload of dry hop, this beer features a complex and unique aroma and flavor profile. This beer is available in two varieties. Ik heb de summer edition, the one you're drinking right now. The winter edition is available October to March. De ingrediënten zijn water, gerst, tarwe, gist, hop, dus inderdaad het cederhout, en Nugget, Columbus, Cascade, Citra en Mosaic. Dus dat marmalade, er zitten hier hoppen in die dus inderdaad al die fruitige tonen die ik noemde, die kloppen. Waar dat soort van licht verfrissend zuurtje, misschien dat als je hout gebruikt en er zit een kleine bacterie op, die een soort van lichte, dat soort dingen kan doen, misschien dat dat het is. Wat ook heel leuk is, is dat het bier tenminste houdbaar is tot 2 januari 2022. En ik vind het alleen maar leuk, want dat betekent dat er nu precies 7 maanden op zit. Het is vandaag namelijk 2 augustus 2022. Dus dat is januari, februari, maart, april, mei, juni, juli. Ik vind dat alleen maar leuk, want ik heb wel eens vaker gezegd dat black IPA's met leeftijd echt heel interessant worden. This shit is bananas. Malcroy's Brewing is echt een van mijn favoriete brouwerijen aan het worden, zo langzamerhand. Deze gasten weten echt wat ze doen. Het is leuk spul. Het is bijzonder spul. Ze denken echt... Ik moet altijd denken aan... Tokyo Drift. Dan heb je dat kereltje gespeeld door Pow Wow of zo. Die rapper die toen de tijd heel populair was. Jong jongetje of zo. Of jong jongetje, hij was toen begin 20. Als je 40 bent, vind je dat een jong jongetje. En die zegt op een gegeven moment... I don't just think outside the box. I tear it up. En dat doen zij ook. Ze kijken naar, wat is de doos? Wat zit daar normaal in? Hoe denken mensen in een bepaalde stijlen? Hoe gaan we daar niet alleen buiten, maar how do we tear it up? This shit right here. Dit is gaaf spul. Ik vind dit echt lekker. En hier word ik enthousiast van. Mooi bier, René. Echt een mooi bier. Ah, René, sorry. Ik heb... Ah, zeg ik René? Ik heb 2 mystery beers gereviewd achter elkaar. Die ene staat er nog. 1 was van René, de andere was van Corné. Eindigt op... Corné, hartstikke mooi mystery beer dit. Ik vind hem echt heel tof. Hier ga ik echt nog even van genieten. Ik heb die 2 bieren daar nu staan. Ik ga op de bank hangen. Ik ga er mee doen vandaag. Ik heb vakantie. In die beide reviews kun je zien. Een t-shirt, de joggingbroek, de slechte maanban, de messy bun. Is allemaal hetzelfde. Het is vakantietijd. Ik ga op de bank hangen en niks doen. En daar past dit perfect bij. Hij is echt lekker. Alles wat ik verwacht van een mooie black IPA. Met een beetje leeftijd. I'm digging it. Gaaf spul, man. Dankjewel. Ik heb vandaag 2 mooie mystery beers gereviewd. Ik ga nu lekker niks doen. Dus het enige wat ik nog kan zeggen is... vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingsbox links naar mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collector. Link naar mysterybeer.nl. Als je een keer denkt... Hey, ik wil Thomas ook wat bieren opsturen. Mystery beers. Non-mystery beers. Ik krijg ook laatst tijd wat vaker non-mystery beers. Vind ik ook wel heel gaaf. Als je een keer denkt, hey, ik heb wat lokaals of iets bijzonders en ik wil dat Thomas dat eens proeft en een review doet, fucking go for it. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan, proost.